Zo hoog te kijken. Ik doe het altijd zo. Hij loopt al. Ja, ben je er klaar voor? Ja, begin maar. Hallo, leuk en welkom dat je kijkt naar een nieuwe episode van Kut Leven. Vandaag een hele bijzondere mededeling. Namelijk dat wij... zwanger zijn. Wat had ik? Ja, maar je zegt dan dat we zwanger zijn. We gaan dagelijks vloggen. Nee, we gaan helemaal niet dagelijks vloggen. We gaan er eigenlijk helemaal niks aan doen op YouTube, toch? Maar we willen wel gratis spullen. Want ik heb gehoord dat als je zwanger bent en je zit op YouTube en op social media, dan krijg je gratis spullen. Toch? Ja, en we willen heel graag... Een kinderwagen, een babykamer en... Kleren. Speentjes. Niet voor de abonnees hoor, maar gewoon de bedrijven. Die grote bedrijven die gewoon heel veel geld hebben. Geen abonnees, die moeten daar geen geld aan uitgeven. Jullie moeten geen geld uitgeven aan ons, absoluut niet. Maar we willen gewoon, gratis bij, Babydump of bij Prenatal of zo. Willen we gewoon shoppen. En dat vloggen we maar dan weer we wel. Willen we daar dan wel iets voor terug doen? Ja, daar vloggen we dan over. Oh, daar vloggen we dan over? Ja, dat doen we dan wel. Oh. Maar we laten verder het dagelijkse zwangerleven laten we aan Thomas en Darcy over, opstellig. We gaan ons daar niet mee bemoeien. Misschien dat jij nog een keer wel gezellig met Darcy samen gaat shoppen of baby doen of weet ik veel wat. Ja, dat is wel leuk. Maar wij doen dat verder niet. Dit is ook een vrij exceptionele video. Dit is puur alleen maar... Geef geld. Geef geld. Geef spullen. We hebben een kut leven. En we zijn nu heel blij. Ja, we zijn heel blij. Ik zit ook in een video. Ik heb nog nooit in een video. Ik heb gezeten. Hoi allemaal. Je hebt eigen YouTube kanaal. Ik zit ook in een video. Nou ja, in een video van jou. Wel, dat is gewoon iets waar je hebt in de video gezeten toen we naar de kapper gingen. Ja, toen je niet naar binnen mocht. Ja, maar toen had je nog niet zoveel volgers, toch? Ja, maar dan zit je wel in een video. Ja, oké. We laten ook even één shotje zien van onze baby. Knippen met onze vingers. 1, 2. Nee, je moet tegelijk. Ja, maar ik kan niet. Met, dan ik doe het geluid. Doe, ja. Moet jij het hier voor de camera doen? Oké. Dat is te laat. Nog één keer. 1, 2. Goed, ik doe het wel. Nou, bedankt voor het kijken. Dus mocht je vader de baas zijn van de prenatal of van de babydump of wat het allemaal heet. De babydump, een kenmerk van IKEA, zwangerschap IKEA. Is dat je een beetje vergeetachtig bent. IKEA willen we ook. Ja, IKEA. Ja. Die heeft ook hele leuke dingen. Ja, we willen dit. We leven... En de Big en Belg. Big en Belg, bel me. Ja? Ja. De Big en Belg. Volgens mij, of Big en Belg. Ik weet niet hoe je het... Big en Belg. Zij hebben echt... dat is de allerleukste winkel voor alle zwangere vrouwen. Ik ben nu al reclame aan het maken zonder dat ze iets hebben gegeven. Ja, dat is waar. Ik moet dit onderbreken. Jullie hebben aardige spullen. Maar we weten nog niet of we dat fantastisch vinden. Ja? Dus bel ons eerst en dan gaan we kijken of we die shout-out doen. Hoe vond je het? Om aanwezig te zijn in jouw wereld. Video. Ah, ik vond het... het is wel grappig. Het is wel leuk. Ja, het is wel leuk. Ja. Wat moeten ze nog wat doen? Ja, ze moeten... Oh god, dat weet ik niet. Ze moeten abonneren. Hier kan je abonneren. En je moet altijd een blauw duimpje, dan moet je even klikken, want dan weet hij dat je het leuk vond, toch? Ja, en je kan hier, een beetje gek, maar hier kan je de video bekijken dat we samen naar de kapper gingen. Oh, die ga je nog een keer... Ja. Oké. Okay. Je bent lekker klunzig, hè, op YouTube. Ja, ik had hier niks mee. Maar ik hou wel van je. Doei. Doeg. Yeah.